Hoi allemaal, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik deze Mission Cruiser van Paw Patrol unboxen. En ja, de Mission Cruiser is een soort grote bus waar verschillende Paw Patrol auto's uit kunnen rijden. Waar ze in, ja, er is volop mee te spelen. Ik zal even kijken wat er allemaal in zit. Het is best wel een grote doos. En je kunt vanuit de van buitenaf al een knop indrukken en dan komt er geluid uit. Nou goed. In de doos zit inbegrepen één auto met een figuurtje. In dit geval is het zo te zien een of ander robothondje. Ik moet zeggen dat ik niet heel erg bekend ben met Paw Patrol, dus geen idee heb of dat het een bekend figuurtje is. Maar goed, het lijkt me wel. Wat erin zit, is dus die vrachtwagen, een auto, dat figuurtje en een of ander kaartje. Zo te zien moet je dat kaartje bovenop de bus gebruiken. Hier zie je hem. Ik ga hem uitpakken en dan gaan we kijken of dat het leuk is om mee te spelen of niet. Nou, ik heb de doos aan de zijkant opengemaakt. En er zit uiteraard heel veel karton in. En daar zie je het voertuig al. Eens even kijken. Dan zit alleen het figuurtje er nog op en die kun je zo te zien gewoon lostrekken. Goed, ik ga dat even met twee handen doen en dan aan jullie laten zien hoe het eruit ziet. Nou, daar is die, de vrachtwagen of de Mission Cruiser. En hier is het kaartje wat erin zat. Het is een soort, ja wat is het, hard plastic. En kijk, als je ermee beweegt. Dan komt de Mission Cruiser tevoorschijn en hij verdwijnt. Ze rijden in Londen zo te zien, want de Big Ben staat op de achtergrond. Nou, dit is een leuk kaartje. Dit is het hondje. Het is best wel stevig spul. En natuurlijk het autootje waar die dan dus in kan zitten. Zo te zien moet je... Kijk, er zitten gaatjes aan de onderkant, maar die zitten ook daar... De auto, zo te zien, moet je hem er even vastmaken. Ja, nou, dan zit hij er goed in. Hij rijdt soepel. En we gaan eens even kijken wat we hier verder mee kunnen. Alles is uitgepakt en ik heb al even gecheckt of dat er batterijen in zitten. Dat zit er, anders maakt hij natuurlijk geen geluid. Er zit een gebruiksaanwijzing bij en daarin staat hoe je de batterijen erin kunt doen en er staat ook hoe het werkt en hoe je ermee kunt spelen. Dus dat gaan we gewoon maar eens even uitproberen, kijken hoe dat werkt. Er staat in eerste instantie dat je op de knop moet drukken. Nou deed ik dat net toevallig al. En toen zag ik dat er wat gebeurde. Dus ik haal eventjes de spullen weg. En ik druk op de knop die hier bovenop zit. Ja, goed. Hij gaat dus vanzelf open. Dit kaartje moet daar bovenin. De auto kan hier ingezet worden. En als het goed is, dat gaan we gewoon eens even uitproberen. Gaat hij dus ook vanzelf rijden dan? Nou, dat niet, maar er wordt wel een geluidje gemaakt. Aan de achterkant zitten ook knopjes. En daarmee kun je ze ja, lanceren, zeg maar. Dus dat gaan we ook gewoon eens proberen. Zo, ik druk ondertussen op het knopje erachter.
En dan wordt het autootje er dus uitgereden. We gaan het gewoon nog eens een keer doen. Dus je zet hem erin. Je drukt aan de achterkant op het knopje. En hij rijdt er vanzelf uit. Hier kan het ook open. En ik ga het even van dichterbij laten zien. Daar is ruimte om poppetjes kwijt te kunnen, hondjes kwijt te kunnen. Daar kunnen ze verder gewoon in zitten. En het gaat ook gewoon weer heel makkelijk dicht. Dit is ook voor kleine kinderen wel makkelijk om mee te spelen. En aan de achterkant zit ook een klep. En daar kan ook nog iets ingezet worden. Dus je kan best wel een hoop speelgoed kwijt in deze Mission Cruiser. Wat zorgt voor volop speelplezier. Er zijn verschillende poppetjes te verkrijgen. Want alle Paw Patrol figuren kun je los kopen. Ik ga wel even opzoeken wat het kost. Deze Paw Patrol Mission Cruiser kost zo rond de... Ja, is iets goedkoper dan 50 euro. De prijzen verschillen tussen de 43 euro en de 50 euro. Mission Paw is dus het nieuwe thema van Paw Patrol. In dit thema gaan de heldhaftige pups Zuma, Chase, Marshall, Rubble, Rocky en Sky in Barkingburg op jacht naar een gestolen kroon. Nou, deze productlijn heeft alles met dat nieuwe thema te maken. Zo zijn er dus verschillende dingen verkrijgbaar. Ik kan het hier een beetje laten zien. Dit zijn de pups met hun losse autootjes. Volgens mij past dat hier ook allemaal in. Goed, zo zijn er, wat is het, een vliegtuig en er zijn allerlei toffe spullen te verkrijgen die je dus ook weer hierin kunt gebruiken. Dus nou ja, goed, als je het leuk vindt dan kan je die hele lijn sparen en dat kan allemaal op elkaar, in elkaar. Je kunt er volop mee spelen en dat maakt het super leuk natuurlijk. Het werkt allemaal super makkelijk, het maakt leuke geluiden, het rijdt ook allemaal soepel en... Goed, dit is natuurlijk gewoon leuk dat je die hondjes zo kunt lanceren. Als je dit filmpje leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Er beloven nog veel meer video's aan te komen de komende tijd. En nou, in elk geval heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!